De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wordt onder geen enkele voorwaarde in de steek gelaten. Dat waren de woorden van minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme gisteren op een spoedpersconferentie. Wij gaan door met het bedrijf. Wij zullen een doorstart maken met de SLM, benadrukt de bewindsman. Hij geeft verder aan dat er een interim team is samengesteld om het bedrijf van een ondergang te redden. We hebben uitgekeken naar goede kandidaten in Suriname, echter zonder resultaat. Daarom zijn we uitgeweken naar het buitenland, zegt de minister. Het is zover dus dat deze kandidaat, dat is de heer Paul de Haan, afgelopen vrijdag is gestart, vorige week vrijdag en maandag gisteren formeel kennis heeft gemaakt. En daar hebben we de nodige aandachtspunten, de richting goed besproken wat de aandeelhouder wil. En de aandeelhouder wil dat SLM weer gezond gemaakt wordt. Dat SLM weer onze trots mag zijn. Leg de nadruk op gezond maken. Het is niet dat we een toverstok hebben, maar het is een zaak, een nationaal belang, van nationaal belang. Dat wanneer de aandeelhouder zegt, we kiezen daarvoor, dat we ook de ondersteuning vragen. Volgens Rajan Palatsing, president-commissaris van de Raad van Commissarissen van de SLM, heeft de RVC een schuld overgenomen van $88 miljoen. Hij zegt dat de National Carrier momenteel over één vliegtuig beschikt. 737-700 is voor onderhoud in Miami. 5 winkelweg hebben we niet. Vier winkel. Ja? Dat is één vliegtuig. Dus we zitten echt wel in een heel moeilijke situatie. Maar ik herhaal het. Ik zeg het. Ook in mijn vorige heb ik het gezegd, vorige interview. SLM is een mooi bedrijf. De minister heeft een mismanagement wandeling. Laten we het deze keer goed doen. Op zijn Surinaams positief. Het kan. Maar we moeten mensen alles SLM een warm hart toedragen. SLM is een goede maatschappij. Ligt niet aan het personeel alleen. In het Engels heb ik gezegd, je zet de toon naar de top. We moeten daar beginnen. En de minister had er al over de strategische sessies. Daar waren alle actoren bij betrokken. De piloten, de vakbond, directie, RVC, interim team. Ik was erg onder de indruk. Ik heb ze dat ook gezegd. Want in die twee dagen, die sessies, heb ik gezien dat wij, als de Lama's, het toch wel samen kunnen. Rajan Palatsing, president-commissaris van de RVC van de SLM. De regering heeft besloten om de Nederlander Paul de Haan als interim CEO aan te stellen om de SLM uit de rode cijfers te halen.